De voordelen van warm water en citroensap. De voordelen van warm water en citroensap. Wist je dat de vitamine C in citroensap geweldig is voor een gezonde huid? Het stimuleert de aanmaak van collageen en helpt daardoor rimpelvorming te voorkomen. Voedingsdeskundigen zullen je vertellen dat water met citroensap gezond is, vol zit met voedingsstoffen en je zal helpen afvallen. Citroensap mag dan zuur zijn, maar als je het met water mengt dat op de juiste temperatuur is, dan helpt het gifstoffen uit je lichaam te verwijderen en je pH-waarde te reguleren. Heb je interesse om het uit te proberen? Het artikel van vandaag gaat geheel over de voordelen van citroensap met warm water. Profiteer vandaag nog van ze. Hoe werkt citroensap? Om de gewenste resultaten te behalen, is het belangrijk dat je alleen vers geperst citroensap gebruikt. Dit betekent geen citroensap dat al eerder geperst is of uit een flesje komt. Het water dat je gebruikt om het citroensap mee te mengen moet warm zijn. Als het te heet is, dan zal het de voedingsstoffen en enzymen in de citroen vernietigen, waarmee alle voordelen van het citroensap teniet worden gedaan. Susan Broon, voedingsdeskundige en schrijfster van Acid Cent Basis, Avot Guide, stelt dat als een persoon een dieet aanhoudt dat zijn pH-waarde verstoort de belangrijke organen, de longen, nieren enzovoort, dan mineralen zullen onttrekken aan de botten, spieren en het weefsel om te proberen de pH-waarde te herstellen. Lees ook dit artikel: gewicht verliezen met citroen. Dit kan resulteren in een lichaam met een tekort aan calcium, kalium of magnesium, wat op zijn beurt zorgt voor zwakte in de botten en spieren. Door het drinken van citroensap kun je voorkomen dat het lichaam te zuur wordt, vooral in je bloedbaan en weefsels. Wat zijn de voordelen van warm water en citroensap? Als je elke ochtend op een lege maag een glas warm water met citroensap drinkt, dan heeft dit veel voordelen: bevordert gewichtsverlies. Dit drankje helpt je vet te verbranden en gewicht te verliezen. Het is vooral gunstig voor mensen met een teveel aan buikvet. Doktoren stellen ook dat deze dagelijkse gewoonte je natuurlijke ontgiftingsproces stimuleert om afvalstoffen die zich in het lichaam opstapelen te verwijderen, met als resultaat dat je gewicht verliest. Het is echter geen wondermiddel voor gewichtsverlies. Het moet altijd worden aangevuld met een gezond dieet en dagelijkse lichaamsbeweging. Verbetert de spijsvertering? Heb je moeite met het verteren van je voedsel of heb je constant een zwaar gevoel nadat je hebt gegeten? Citroensap met warm water kan je van dit ongemak afhelpen. Je zult geen last meer hebben van het zware gevoel of van zwakte of opgeblazenheid. De citrusvrucht helpt je spijsvertering te verbeteren doordat zijn zuren en enzymen zich mengen in je maag en de afbraak van je voedsel vergemakkelijken. En alsof dit niet genoeg is, helpt citroensap ook opgeblazenheid, winderigheid en maagzuur te verminderen. Je kunt het drankje voor of na het eten consumeren. Bestrijdt constipatie. Mensen met darmproblemen en mensen die vaak last hebben van constipatie zullen profiteren van een glas warm water met citroensap elke dag voor het ontbijt. Het bevordert een gezonde darmbeweging en houdt de darmen gehydrateerd.
vermindert urineweginfecties. Citroensap is een van de krachtigste manieren om bacteriën en infecties te bestrijden. In het geval van een urineweginfectie zullen de zure eigenschappen van citroensap helpen de schadelijke micro-organismen uit je urinewegen te verwijderen. Warm water met citroen wordt aangeraden voor mensen die vaak last hebben van problemen met hun urinewegen en kan het optreden van ziektes in de toekomst helpen voorkomen. Stimuleert de leverfunctie dankzij het in citroensap aanwezige kalium kan warm water en citroensap urinezuur en andere giftige stoffen die zich in het lichaam opstapelen helpen oplossen. Het is ook effectief bij het behandelen van problemen met de galblaas, de hoofdoorzaak van hoofdpijn, gebrek aan eetlust en constipatie. Mensen met een leverziekte zouden elke dag een uur voor het ontbijt een glas warm water met citroensap moeten consumeren. Bestrijd slechte ademhalitose is een veel voorkomend probleem en wordt veroorzaakt door bacteriën die zich opstapelen in de mond. Citroensap kan een slechte adem in de ochtend verminderen. Zorg ervoor dat je je mond spoelt met gewoon water zodra je je glas water met citroensap op hebt. Zo voorkom je dat het citroenzuur je tandglazuur beschadigt. Versterkt het immuunsysteem. Citroenen bevatten veel vitamine C, een vitamine die bekend staat als de belangrijkste voedingsstof als het gaat om het voorkomen en behandelen van verkoudheid of elke andere virale en bacteriële ziekte. Als je stress ervaart, dan daalt je vitamine niveau sterk, waardoor je vatbaarder wordt voor ziekte. Om dit te vermijden is er niets beter dan het elke ochtend drinken van een glas warm water met citroensap. Ook als je pijn hebt in je keel kun je profiteren van citroensap. Probeer een eetlepel honing toe te voegen aan je mengsel van water en citroensap en vul dit aan met kruidentheeën die je gedurende de dag drinkt. Bekijk ook 7 manieren om je immuunsysteem te versterken. Verbetert de huid. We richten ons wederom op de vitamine C, maar in dit geval wordt verwezen naar het vermogen van deze vitamine om de productie van collageen te bevorderen. Dit verbetert de integriteit van je huid, voorkomt rimpels en bestrijdt acne op elke leeftijd. Als je citroensap toevoegt aan je glas water in de ochtend en je ervoor zorgt dat je voldoende gehydrateerd blijft gedurende de dag, dan zul je droge huid en andere problemen, zoals ballen onder de ogen of een vermoeide uitstraling, vermijden. Verbetert de hartgezondheid. Een onderzoek dat werd uitgevoerd in Japan wees uit dat het drinken van warm water en citroensap op een lege maag je systolische bloeddruk verbetert, het risico op hart- en vaatziekten, vooral beroertes, vermindert en andere voordelen biedt voor de hartgezondheid, doordat het bloedstolsels bestrijdt en beroertes voorkomt.